Yo mensen, leuk dat je kijkt naar de vlog van Almost Normal. Hey, druk even op dat like knopje en subscribe. En als je dat niet doet, dan kom ik je achterna. Je zou toch bijna denken dat ik dit zou gebruiken als intro. Een hele goede morgen. Is dit nou weer een GoPro vlog? Wat? Ja. Dat is dit. Hey, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Barend, ook al Almost Normal. En welkom bij weer een nieuwe dag in mijn leven. Eigenlijk dacht ik gewoon, weet je wat, ik ga dit gewoon vloggen. Ik heb namelijk een heel leuk dagje gepland staan vandaag. Ik ga namelijk een hele hoop leuke dingen doen. Ik ga iemand verrassen. Ik ga naar iemand anders toe om haar dan, nou ja, zij weet dat ik er kom. Dus dat is niet echt verrassen. Ik ga ook heel even die lens schoonmaken. Dat is beter. Ik ga gewoon gezellig bij mensen langs en het leek mij leuk om dat lekker te vloggen. Ik heb dat al lang niet gedaan en het leek me gewoon wel weer eens leuk om te doen. Ik kom ook net aan mijn bed en ik bedenk het ook gewoon right on the spot van, weet je wat, ik ga het gewoon vloggen. Zoals je kan zien ook, mijn haar zit echt bijzonder. En ik heb gewoon, ja, ik dacht gewoon weer eens een keertje wat anders dan een fingerboard video of een Minecraft video. Gewoon weer een keertje een oprechte vlog van wat doet Barend nou eigenlijk in zijn leven. Het is vandaag zaterdag, waarschijnlijk zie je dit volgende week zondag. Dus bedje is alweer opgemaakt, mijn kleding moet ik zo even opruimen. Dat is een beetje een zootje. Dan moet ik eventjes snel straks mijn GoPro aan de lader doen. En zoals jullie kunnen zien, even leuke FYI, fucking geluidsdingen vallen steeds van de muur af. Ik word er helemaal gestoord van. Dus we gaan gewoon kijken wat ik kan doen. Misschien moet ik wel gewoon twee super lange, gewoon over mijn hele muur, gewoon twee hele stukken strippen tape hebben. En hier zie je het ook al. Deze, ze komen gewoon allemaal los. En dit is echt heel irritant. Want ik heb het wel nodig. Ik merk ook wel dat de akoestiek, zeg maar, een stuk beter is als ik het wel heb. Plus mijn buren hebben anders last van me, dus ik moet het wel doen. Maar ik ga nu even lekker ontbijten. Ik neem jullie lekker even mee. En dan gaan we gewoon het dagje beginnen. Let's go. Wow, daar ben ik weer. Inmiddels is het 1:30. Ik had jullie even aan de lader gezet. Want mijn batterij was bijna op. En daar had ik namelijk nog niet echt aan gedacht. Wij gaan dus vandaag iemand verrassen. Ik heb hier een mooie pet. Het is al een langer is een fan. En het leuke is, ik kreeg dus van haar moeder een maandje geleden een berichtje. Dat ze altijd naar mijn livestreams keek en altijd super aanwezig was en zo. Dus ik vond het echt super leuk om daar in ieder geval een keertje wat voor terug te doen. Dus vandaar heb ik een mooi petje voor haar verjaardag. Dat is super leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. En zij weet van niks. Het heet Almost Normal petje in het blauw. Ik ben de laatste tijd wat nieuwe drukjes aan het maken. Om dan toch eindelijk een keertje te kijken of ik voor jullie een webshopje kan beginnen. Maar dat zien we dan wel weer. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Ik wacht nu op Geert. Die komt me zo ophalen. En dan gaan we samen naar Harderwijk. Naast dat ik dan met haar ga meeten, ga ik waarschijnlijk ook een nieuwe telefoon kopen. Dus dat is ook wel leuk. En dat gaan jullie ook zien. Het is nu een kwestie van wachten. En dan is het een kwestie van gaan. Wow, we zitten ineens in de auto bij Geert. Wij gaan dus nu onderweg naar Harderwijk. Gaan we, ja, sick. En Geert, jij hebt dus net een nieuw autootje. Kijk hem ook. Zeker. Kijk hem ook gaan, hè. Wat een tof ding, joh, dit. Super nice. Maar wij gaan dus naar Harderwijk. Wij gaan daar nu naar onderweg. En dan ga ik daarna nog ergens anders heen als we weer terugkomen. Dat weet Geert nog niet, dat ga ik hem nu vertellen. We zijn momenteel hier in Harderwijk. We zijn net naar een T-Mobile winkel geweest. Nieuwe telefoon is in de bag. Dus we gaan nu onderweg naar de ontmoeting. Heb je er zin in? Zeker. Ik heb gewoon het idee dat het heel erg awkward gaat worden. Wordt wel leuk, dat sowieso. Alleen, het wordt waarschijnlijk wel een beetje awkward. Is het nu al? Vind je dit kut? Ongelooflijk. Vind je het vervelend? Midden in Harderwijk. Als ik camera ga vloggen in Harderwijk. Sorry. Op een gegeven moment, aan de ene kant heb ik toch al een beetje zo van, oh, dit is wel een beetje gek of zo, maar aan de andere kant heb ik gewoon ineens weer schijt en dan maakt het me niet meer uit. Ik zie dus daar hebben we de dump van Harderwijk heet dit. En daar hebben ze nu allemaal steppies. Zijn er steppers bij mij in de reacties? Laat even weten, want het is echt een zieke hype. Ik heb het alleen niet meegekregen. Kan iemand me uitleggen waarom dit zo'n hype is? Nou, nu wordt het dus spannend. Nu gaan we de ontmoeting doen. Dit wordt zeer awkward. Ik heb er heel veel zin in. Dat je hier, man. Ze zit daar achter die stenen. We gaan haar nu verrassen. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. Ze weet van niks, ze is een beetje zenuwachtig. En voordat ik jullie ga laten zien wat er hier gebeurt. Cringe alert, holy shit. Yo mensen van Almost Normal, mijn naam is Barend en welkom bij een gloednieuwe video. Hallo! Heel mooi! Nee, we schieten even een fotootje hoor. Hallo.
gefeliciteerd met je verjaardag. Wat leuk om je te zien. Hallo, ik heb een cadeautje voor jou meegenomen. Ja, een blauwe petje. Omdat jij ook nog met een blauwe naam. Hi. Hi, goeiedag. Goeiedag. Ik vind het super leuk dat je me altijd support. Ik ga altijd bij ben, want gisteren weer verdeeld van mijn klasgezicht. Oh ja, is dat zo? Ja, dat zei ze al. Ja, het was hartstikke leuk gisteren en dan is ze er niet bij. We gingen al Lang Leven de Liefde kijken en dan mis je dat gewoon. Oh, ja. Echt jammer. Maar hier, deze geef ik aan jou. Zet hem op. Super leuk. Je moeder heeft allemaal geregeld. Voor je verjaardag. Leuk hè? Ik ben wel blij dat mijn zusjes niet mee zijn hoor. Die zijn wel irritant. Wat? Het is een beetje verlegen. Dit is kut. Het is wel gezellig. Vind je het gezellig? Ja. Ja? Ja. Ja? Nou, ik vind het in ieder geval super leuk. Wat als jij. Maar als jij met en dan. Ja, dat vind ik ook. Wil je ook nog een handtekening van mij of zo? Ja. Als wij nog een pen hebben. Ik heb alleen geen pen. Nee, ik ook niet. We zijn dus hier met Shannon, met het epische Almost Normal petje in de blauw. Waarom het blauwe? Weet je nog wel wat ik tegen je zei? Ja, die heb jij ook opgehad in een stream. En je naam is blauw. Oh ja, dat was vergeten. Ja. Ik denk helemaal over het hele cadeautje na, hè. Het boeit er gewoon niks. Oh, dat was vergeten. Vriendin van Shannon. Ja. En leuk dat je er ook mee bent. Nou ja, Geert, die kennen we al inmiddels, hè. Dat is Geert nou. Ja. We hebben lekker even een drankje gedaan. We gaan zo weer terug naar je ouders toe. Maar wat vind je er nou van? Om, zeg maar, wat vind jij nu anders van mij in het echt dan op de stream? Niks, je bent eigenlijk wel hetzelfde in het echt dan. Hij is klein. Kleiner. Ja, oh ja, kleiner. Nou. Kijk, mijn geheugen is echt slecht. Ik vond het ook leuk om je te ontmoeten. Echt leuk. Weet je, het is gewoon super cool. Je support me gewoon heel lief. Je doet altijd super leuk mee. Ja. Behalve gisteren. Maar, nee, het is je ook gewoon gegund, weet je. Dus ik vind het ook leuk om een keertje wat terug te doen voor de NFM. Nou, Geert, we zijn weer onderweg naar de auto. Het was super gezellig. Maar wat dan wel weer netjes is van mij. Hè? Kijk, Geert rijdt dan. En dan ben ik dan wel weer zo'n persoon die dan zo'n parkeerticket voor hem wil betalen. 10 hele centen. 10 cent. Het was 10 cent. Waarom moeten we 10 cent afrekenen? Alright, dan zijn we weer hier. In het epische cilindergarage van Harderwijk. Dit gaat echt super diep. Hoe diep? Dennis is tippie, man. Ja, grappig, man. Oké, nee. Wij gingen toen naar huis. Toen heb ik mijn eigen auto gepakt en ging ik weer onderweg. En dat is waar ik nu ben. Ik heb daartussen eigenlijk niet echt gevlogd. Want dat was ik vergeten. Episch. Hallo, gasten. Hallo. Ik ben momenteel onderweg naar Noeksens. En eigenlijk moet je dit niet doen. Dus ik ga ook niet naar jullie kijken. Ik let gewoon alleen op de weg. Maar ik ben dus nu onderweg naar Noeksie. Ik ga eerst langs de Mackie. Ga ik Mackie voor ze meenemen en dan gaan we daar naar binnen. Ook voor Anouk heb ik een gele pet meegenomen. Maar Baren, waarom geel? Nou, ook voor Nooksie heb ik bedacht om een kleurtje te doen. En waarom geel? Omdat Nooksie draagt vaak een gele sweater-ish. Ik weet toevallig dat ze gele sweaters heeft. En haar Minecraft karakter heeft natuurlijk ook een blauw en gele hoodie aan. Daarom lijkt het mij dus juist leuk om een gele pet aan haar te geven. Ik denk wel dat ze hier blij mee is. We moeten natuurlijk ook een beetje wat leuks doen voor haar. In ieder geval, ik ben nu onderweg, nog 13 minuutjes rijden. En dan ga ik eerst naar de Mackie en daarna gaan we naar Nooksie toe. Nou, in ieder geval, hey, dit is wel cool. We gaan hier over een of andere zieke brug heen, hallo. Dat is wel vet. Oké, nou, ik ben nog even rijden. Ik doe jullie weer weg. Want ik wil toch zo veilig mogelijk rijden. Dat is wel belangrijk. Nou, het mocht even duren. Het was namelijk erg druk bij de Mackie. Maar we hebben hier drinken. Ik ben nu aan het wachten op het eten. Je kan daar zien. We staan nu in de wacht. En dan komt het eten er ook aan. Het was zeg maar even ineens een hele grote bestelling. In plaats van wat kleiner dan ik had verwacht. Maar we zijn er. En dan moet ik nog 9 minuutjes rijden. En dan ben ik eindelijk bij Nooksie. En dan kunnen we wat eten. Ik heb trek, joh. Ik heb er zin in. Ik ben al even benieuwd. Hoe vinden jullie het nou om een keertje zo'n dagje van mij te volgen? Nou, dit is natuurlijk een mega drukke dag. En er gebeurt heel veel. En dat is echt niet altijd zo. Meestal is het gewoon gamen, monteren en werken. Dus dat is wel minder, maar dit soort dagen zijn wel leuk. Als je het leuk vindt om wat meer vlogs van mij te zien, gewoon van het dagelijks leven, laat dat even weten in de reacties. En doe ook natuurlijk even dat duimpje, weet je wel. Maar we gaan dus zometeen Nooksie en een klein beetje verrassen met die pet. Dat vindt ze hopelijk wel leuk. Maar dat zien we dan wel. We gaan het zien. Ik wacht nog even lekker het eten af. Ik heb trek. Ik heb lekkere dingen besteld. Dus ik heb er zin in. Hallo, ik ben nu ineens in een ander huis.
wat gek. Ik ben aangekomen bij Nooxie, we hebben al wel lekker gegeten. Ze zijn boven aan het streamen. Ze zijn volgens mij nu muziek aan het maken. Ben je nou echt aan het, ben je aan het vloggen? Ja. Serieus? Ja! Is dit nou een vlogception? Dit is een vlogception! Hallo? Oh, wow! Hallo! Hallo! Vlogception! Wow, wow, wow! Dat is alles wat ik wil doen. Gewoon een vlogception, dat is alles wat ik wil. Ja. Dat was echt alles. Ja. Ik moest zo lang wachten voor alleen dat, Anouk. Ja. Alles voor de content. Ik snap hem. Leuk. Wat leuk, joh. Maar hier, hallo. Hi, dit is Marco. Yo. Ja, moet je zeggen. Epic. En nou, hier zijn we dus bij Anouk. Ik heb wel een verrassingje voor je meegenomen. Omdat ik het zo goed vind dat je dit allemaal doet. En hier ben je trouwens ook nog Rens. Zo. Rens. Anouk, ik heb een verrassing voor je meegenomen. Mm-hmm. En het is zeg maar zo dat ik hiervoor heb gekozen omdat het bij jouw Minecraft karakter zou passen. Dat is echt. Mm-hmm. Maar ook voor jou. Moest ik even naar zelf toedraaien voor dat is echt, hè? Mm-hmm. Ja, echt. Doe je ogen dicht? Doe je ogen dicht? Nee, wat dan weer? Ik heb een mooi petje voor jou meegenomen. In het geel. Wat vet. Omdat die bij jouw karaktertje zou passen. En ik dacht, geel staat jou gewoon wel. Dat weet ik zeker. Staat geel mij? Zeker. Ja, het staat je echt goed. Zeker. Hij staat je echt serieus goed. Wist je? Zeg het eens. Vroeger toen ik altijd vondel mijn haar niet zat, ging ik altijd zo naar buiten. Nice. Nice. Nou, maar alsjeblieft ook jij hebt hierbij een 1-op-1 almost normal petje. Dus, wat ben je nu allemaal aan het doen? Kan je het even snel uitleggen? Even een seconde. Hey, ik ben 24 uur lang. Nou, langer, want er komt alweer hoeveel? 200 minuten erbij? 200, ja, zoiets. Ja, dat is al bekend 4 uur. Filmen. Dat wordt een 28 uur. Er komt wel een cap bij. Als mijn ouders thuis zijn, moet ik stoppen. Ja, ik heb hem gisteren op zijn hoofd afgesteld. Hoe kom je eraan? Ja, laten drukken. Ja, hij zit ook echt best wel lekker. Ja. Het is echt lekker. Het is echt een hele goede vorm. Nee, dus wanneer gaan we streamervakantie doen? Eerlijk gezegd, studio is echt fucking leuk. Ja, streamervakantie. Dat wordt sowieso. Al zijn we een weekendje weg. Ja, dat wordt gaande. Ja. Maar sinds wanneer ben jij met de vlog live begonnen? Sinds, nou eigenlijk dacht ik vanochtend, weet je wat? Ik ga hem nu even uitzetten. Nou, ik was er toen aangekomen en we hebben allemaal leuke challenges gedaan. Zoals je kan zien is er een rat en er moest heel vaak aan gedraaid worden. Dat mocht ik van Nooxie doen, dus dat was echt super gezellig. We hebben allemaal opdrachten uitgevoerd en ook de volgende opdracht was er een soort van één van. Ik weet het niet. Er was in ieder geval al heel veel gebeurd toen ik kwam. Ze was inmiddels al 6 uur live en ze ging nog een hele lange tijd door. Maar dit is ook nog wat er gebeurde. Oh, nou, we staan nu ineens in de woonkamer. Ga je nou zitten? Maat! Ja, je mag hier wel filmen. Damn, it feels good to be a gangster. Ze gaan dus nu een toetsenbord kapot maken. Ik weet niet zo goed waarom. Nee, ja, ik ook niet. We moeten eigenlijk met die... Ja? Ja. Zo. Dat was een flinke... Dat was... Dat was een flink. Nou, en toen we dat toetsenbord kapot hadden gemaakt, gingen we nog even door. Hadden we nog wat aan de ratjes gedraaid en was het moment om weer naar huis te gaan. Het was super gezellig en dit was het vaarwel. Het was wel leuk. Maar leuk was. Serieus. Ik vond het gezellig, dankjewel voor de uitnodiging en tot snel gewoon ja, weer. En, ik vond het leuk, succes nog met je streampie. Ja, dankjewel. En ik ga nog even morgen een stukje van jou over morgen, want ik ga waarschijnlijk lachen hoe je er morgen uitziet. Oh zeg maar ja, zo. Dat wordt superleuk. Alright, ik ga lekker naar huis. Hey, houden. Dankjewel en tot de volgende. Ja, ik ga. De volgende dag. Hallo, ik ben er nog. Maar kijk, ik zit nu in de stream. We zaten net ook in de stream. Maar nu zitten we ook weer in de stream, maar dan thuis. We zijn nog eventjes lekker aan het kallen. Er staat nu een uur, maar ze is nu al 25 uur bezig. Dus Anouk, respect naar jou. Linkje staat ook even in de beschrijving. Volg haar ook natuurlijk even. Ze zijn echt zoveel dingen aan het roepen. Ik kan me echt niet concentreren. Guys, dank jullie wel voor het kijken van deze video. Het is inmiddels al wel dus de volgende dag. En de vlog had ik gisteren niet afgesloten. Ik ben naar huis gereden. Ik was kapot. Ik was echt moe van de hele dag. Dus ik ben eigenlijk gewoon lekker naar bed gegaan. Ik vond het in ieder geval super leuk dat jullie mee had genomen. Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Ik zeg net zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!